Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1115 met een uitzending voor vandaag 25 oktober 2017. Dus het bulletin van woensdag. Vandaag in de uitzending deel 13 uit de serie over telecommunicatie onder water. Ik begin echter met een soort van dienstmededeling. Veel mensen op de repeaters met Echolink en op de korte golf die kennen Willem Winkel, WP3 UX. Om er even mee te beginnen, met Willem en zijn XYL gaat het goed. Dat wil hij aan de amateurs hier graag laten weten. Het is nodig om dat op deze manier te doen, want Willem woont in San Juan, de hoofdstad van het eiland Puerto Rico, dat korte tijd nadat de bovenwindse eilanden in ons koninkrijk getroffen werden, ook getroffen werd door een tropische cycloon, de Hurricane Maria. De zaak ligt anders dan bij Sint Maarten. Het gaat niet om tienduizenden aantallen mensen, maar Puerto Rico heeft zo'n 3,5 miljoen inwoners. Nog steeds is een flink deel van de elektriciteitsvoorziening en het telefoonnet niet op orde. Internet gaat door Google met ballonnen van hun project Loon geregeld worden. Het bedrijf heeft daar een speciale proefvergunning voor gekregen. De woning van Willem is daarbij niet noemenswaardig beschadigd, maar wel was er veel schade aan het antennepark en er zijn veel omgewaaide bomen. Willem heeft zelf wel een aggregaat, maar moet zeer zuinig omspringen met de brandstof. Doordat er geen stroom is en geen internet, doen de pinautomaten op Puerto Rico het dus ook niet. En je moet naar de bank om cash geld te halen voor de boodschappen. In het geval van Willem moet hij voor brandstof dus uren onderweg. Het vliegverkeer zou inmiddels weer hervat zijn, maar de hulpverlening verder verloopt nogal stroef, doordat bijvoorbeeld schepen niet kunnen aanleggen of in een verkeerde haven liggen. En dan nu verder met deel 13 van de serie over telecommunicatie onder water. Dit is het tweede deel van een tweeluik over onderzeeërs, de U-boten, die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog in gebruik had. We waren gebleven bij het geavanceerde type 21, XX1 in Romeinse cijfers, die laat in de oorlog nog in actie kwam, maar nog nauwelijks. Wel werden meerdere van deze type 21 na de oorlog door de geallieerden in gebruik genomen. In Amerika die baseerde zelfs haar eerste nucleair aangedreven onderzeeërs op dit model. Er zijn dus slechts twee type 21 door de Duitsers tijdens de oorlog in gebruik genomen, de U-2511 en de U-3008. Ze redden alleen patrouilles en brachten geen schepen tot zinken. De 2511 stond op het punt om de Britse kruiser Norfolk aan te vallen, toen op 4 mei 1945 het bevel staakt het vuren kwam. De aanval werd toen omgezet in een oeveraanval waarbij de onderzeeboot onontdekt bleef. Het meest opmerkelijke verhaal is denk ik dat van de U-2540. Het is in elk geval het verhaal wat het langste duurt. In 1957 werd de U-2540, die aan het eind van de oorlog ter ontmanteling was afgezonken, van de zeebodem gelicht. Schip werd daarop als onderzoeksschip voor de Duitse Bundesmarine omgebouwd en werd onder de naam Willem Bauer, dat was de maker van die eerste onderzeeër in 1850, een aantal jaren ingezet voor onderzoek, waarbij ze zowel door militairen als burgeronderzoekers werd bemand. Dit schip bleef vervolgens in de vaart tot 1984 en het is tot op heden ten dage het enige schip van dit type dat behouden gebleven is. Het ligt tegenwoordig als museumschip in Bremerhaven. De type 21 werd ook wel aangeduid als Das Elektroboot, omdat het gebouwd was om zo lang mogelijk op elektrische aandrijving onder water te kunnen varen. De eerdere type konden niet snel varen op elektriciteit en alleen als ze stil lagen of tergend langzaam vooruit kwamen, konden ze hooguit 3 dagen onder water blijven. Bij de voor elektrische vaart normale snelheden was dat hooguit een dag. Type 21 was echter ongebruikelijk goed gestroomlijnd en had een veel grotere accucapaciteit. Ondanks dat ze veel groter was, kon ze dus langer onder water blijven en langere periodes. En vanwege de goede stroomlijn maakte ze ook veel minder geluid bij de vaart, wat door het schip minder goed door sonar waar te nemen was. Om de kans op stillegging van de bouw van de schepen tegen te gaan, werd de bouw van dit type tijdens de Tweede Wereldoorlog verspreid over 32 verschillende, ver uit elkaar liggende locaties, die het allemaal een onderdeel bouwden. Dit vertraagde de bouw echter zodanig dat er in Bremen een enorme scheepswerf werd gebouwd die tegen bombardementen bestand moest zijn. De Valentin scheepswerf, bijna 0,5 kilometer lang, heeft een dak dat deels 4,5 meter dik is en deels van 7 meter dik beton gemaakt is. Binnenin waren ruimtes groot genoeg om de 76 meter lange onderzeeër in te herbergen en die ruimtes die konden ook voor testdoeleinden een deel van die ruimtes vol met water worden gezet om te zien of de onderzeeërs dan goed bleven functioneren. En dat alles dus onder 4,5 meter of 7 meter beton. Op 27 maart 1945, in de laatste dagen van de oorlog dus, werd het enorme complex gebombardeerd door meerdere Engelse zogenaamde aardbevingsbommen. De grootste bom die de Engelse vliegtuigen konden transporteren, geladen met 5 ton explosieven. 2 bommen raakten daarbij doel. Dit soort bommen was gemaakt om zich door de eigen massa en snelheid diep in het beton in te graven en pas daarna te exploderen. Beide bommen kwamen tot ongeveer halverwege in het 4,5 meter diepe dak, waarna ze ook tot ontploffing kwamen. Dit zorgde ervoor dat er in de fabriek ongeveer 1000 ton puin naar beneden kwam.
genoeg om het hele complex voor lange tijd buiten gebruik te krijgen. Opmerkelijk genoeg overleefden de arbeiders in de fabriek de inslag, omdat de bommen niet in de fabriek zelf ontploften. De enorme fabriek waar jaren aan gebouwd was, zou hierna niet meer worden hersteld en werd vervolgens verlaten. 4 weken later arriveerden Britse troepen op de plek van de fabriek. Na de oorlog hield het bombarderen van het scheepswerfcomplex niet op. De locatie werd vanaf maart 1946 gebruikt door de Amerikanen en de Engelsen om penetratiebommen op te testen. Het bleek daarbij vervolgens onmogelijk om de werf op deze manier door bombardementen te slopen en daarop werd besloten de locatie op te blazen. Dat plan werd later ook weer ingetrokken vanwege de kans dat dorpen in de buurt daarbij ook zwaar beschadigd zouden kunnen raken, net als een nabijgelegen elektriciteitscentrale. Vanaf 1960 was de locatie vervolgens in gebruik als opslagbunker van het Duitse leger. Vanwege de hogere onderhoudskosten werd het bouwwerk in 2008 te koop aangeboden. In 2010 verlieten de militairen vervolgens de locatie en het gebouw wordt nu beheerd door een groep die het als museum willen inrichten. Op verzoek worden er sindsdien rondleidingen gegeven. Verder is de helft van het dak van het enorme complex bezet met zonnepanelen. Veel Duitse onderzeeërs werden na de oorlog door de geallieerden op zee ter vernietiging afgezonken. Onder andere in een operatie genaamd Deadlight door de Britten. Er zijn in recente jaren diverse plannen geweest om teruggevonden subs te lichten, onder andere voor museumdoeleinden. Aan het eind van de jaren 90 was er verder een plan van een bedrijf dat in Engeland vergunning vroeg om enkele honderden onderzeeërs te lichten om het metaal te gebruiken. Het metaal van de onderzeeërs is in bepaalde industrieën zeer waardevol, omdat het verwerkt is voor het tijdstip van de atoomproeven en het dus niet verontreinigd is met kleine partikels radioactief materiaal, zoals bij alle materiaal dat nu bewerkt wordt. Volgende keer gaat het hoogstwaarschijnlijk opnieuw over de Enigma. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.